terugreizen in de tijd om dat blokje te betalen. Ik denk wel dat ik dat ga moeten doen. Dus hoeveel water wil ik betalen? 1, 2, 3. Om daar een groen blokje terug te betalen. Zo, mijn focusmarker gaat dus naar die tijd, maar zelfs komt die op dezelfde locatie te liggen als die van andere spelers, als die zouden meedoen. Dus we gaan sowieso nog naar de impact toe, hoor. Dan mogen we onze warptail wegdoen. En we mogen eentje vooruit gaan op het tijdscore sporen. Dat is dus één punt dat ik hiervoor krijg. Dat is nog niet veel. Bij deze Path of Progress gaat het een beetje trager in het begin. Want ja, die willen eigenlijk dat heel veel doen wat ik nu doe. Vooral dat die punten scoren. Maar goed. Wat ik ook besef ineens is dat mijn tegenstander heeft ondertussen al meer gebouwd. Dus deze twee zijn ook bezet. Ik heb al drie keer gebouwd, denk ik. Dus, goed. Ik heb nog één maaltje over. Kan ik ervoor kiezen om die in een kloningvat te steken, zodat die zichzelf verdubbelt. Of ik ga gewoon gaan voor water. Kloningvat is interessant. Ik kom zo precies net één maaltje tekort, maar zelfs gaat dat niet meer het geval zijn. Dus ik ga voor water gaan. Of, wat ik ook kan doen alternatief, is water omwisselen in blokjes. Ik heb drie water. Zodat ik zelfs meteen iets kan bouwen. Of ik kan voor dit gaan. Maar vooraleer ik Temporal Tourism kan bouwen, moet ik al 1 paarse en 3 grijze blokjes hebben. En dat zie ik niet. Of ja, 2 grijze eventueel en 3 water. Dus dat zie ik nog niet zo direct gebeuren. Ik kan zelfs sowieso wel een paarse pakken. Of ja, sowieso is een groot woord, want Chronobot komt eerst aan de beurt. Maar hier komt sowieso een paarse te liggen. Dat weet ik. Na de impact is dat zo, dus dat weet ik zeker. Moet ik alleen nog de eerste zijn die er naartoe gaat. Wat wel mogelijk is als ik kijk op zijn bord. Ik heb sowieso 2 beurten om daar naartoe te gaan. Ja. Dus dat is de vraag. Ga ik voor water? Of ga ik de research actie pakken zodat ik toch nog aan temporal tourism kan doen? Misschien, dat is 6 punten, hè. Dat kost veel. 1 paard en 3 grijze blokjes. Hoe snel kan ik daar aan geraken? Eigenlijk nog vrij snel. Want zo dadelijk gaat de impact gebeuren en dan gaan er tegeltjes liggen die ieder effect nog versterken. Dus het zou goed kunnen dat ik 2 research acties in 1 keer kan doen. Of dat ik blokjes krijg. Ja, nee, blokjes krijg ik meestal niet. Zou ik ruilen. Dan zelfs voor de research actie gaan. Zelfs moet ik ook geen water ervoor betalen. Dat is ook al zeker. Dus als ik nu 3 water omwissel in bijvoorbeeld 2 grijze blokjes, dan moet ik enkel nog een paar zien te bemachtigen. Nadeel is dan weer dat ik weinig water heb en ik heb 8 water nodig. Dan spreek ik nog niet over het wakker maken van mijn mannetjes. Dus ik zou in principe ook naar hier kunnen gaan, dan krijg ik 4 water als ik daar met een wetenschapper naartoe ga. Anders maar 3. Dilemma's. Nee, ik denk dat ik toch voor het 4 water moet gaan. En op veilig spelen zal ik dat al. Dat de kans groter is dat ik dat heb. Maar Chronobot nog een keer. Wat gaat die doen? 4. Ah, die gaat wel naar de mijn toe. Zo dadelijk toch. Nu gaat hij voor dit. Dus ik pak gewoon een random. Ik denk dat hij gewoon moet gooien. Ja. Het maakt eigenlijk bij hem niet uit wat erop staat. Het is eigenlijk vooral de vorm of die setjes kan vormen. Dus ik kan nu eender wat pakken dat vierkant is.
Dus ze scoort op dezelfde manier punten daarvoor. En ik zeg nu pas, dus dat was de laatste beurt van ons allebei. Deze twee, die zijn moe. Deze twee niet. En verrassend genoeg, de rest van mijn mannetjes is ook nog wakker. Buiten die wetenschapper die daar water is gaan halen. Water gaan halen is in deze wereld heel vermoeiend. En dan komt de rest terug. Check for impact, dus dat is nu het geval. Die impact gaat nu gebeuren. Dus wat moeten we eerst doen? Deze omdraaien, zodat de evacuatie mogelijk wordt. Dan moeten we onze tevens leggen, die we in een doosje steken. Dus we hebben van die verbodstegeltjes, die moet ik hier twee opleggen. Knollenbot heeft er geen last van, maar die gaat wel twee mannetjes minder hebben. Dus dat heeft er eigenlijk ook wel last van. En dan moet ik de rest eruit halen. Dus ik ga die voor iedere kleur of voor ieder teken ga ik die een beetje schuffelen en er twee willekeurig plaatsen. Dat kan heel belangrijk zijn. Met deze gaan we bijvoorbeeld een extra research actie mogen doen. Met deze mogen we twee paradoxen verwijderen. Die wil ik misschien ook wel hebben. Maar het gaat waarschijnlijk te laat komen. Dus de rest daarvan hebben we niet nodig. Recruiten, wat gaan we daar extra krijgen? Ten eerste, alle slapende mannetjes worden wakker. Dat is niet slecht. En hier een extra recruit actie. Wij mogen kiezen welke we nemen, we moeten geen extra water betalen. Maar de kronenbot die pakt altijd de bovenste. Dus als we daarin geïnteresseerd zijn, moeten we snel zijn. Een super project, twee extra punten. Dan gaan we te laat voorkomen. En als je een gebouw bouwt, krijg je ook extra punten. Dus extra punten, à volonté. Dat wat betreft de impact. Maar nu moeten we ook nog, als we de mijn gaan vullen, moeten zorgen dat er een paars blokje ligt. Maar dat ligt er in dit geval al. Dus dat is helemaal geen probleem. En eigenlijk willen we dat paarse blokje voor de neus van Kronenbot wegkapen. Maar ja, we willen zoveel. Ik weet niet wat prioriteit gaat hebben. We gaan ook maar een beperkt aantal mannetjes kunnen sturen. 3 om specifiek te zijn, is het maximum dat ik kan. Naar het hoofdbord. Omdat ik, ja, ik heb wel 4 plaatsen, maar ik heb maar 2 energiekernen. Plus ik kan ook met een blokje betalen in eender welke kleur. Dat zou ik eigenlijk wel nog kunnen doen, maar daar ga ik mezelf niet meer, veel meer vooruit mee helpen. De gebouwen gaan we een beetje shiften. Heb ik alles voorbereid? Nee, onze focusmarker ligt nu hier. En we moeten gaan voor paradoxrollen. En ik hoop dat ik 0 heb. 1. Dat was te vrezen. Oké, het voordeel dat ik hier kan uithalen is... Ik heb sowieso zo'n ambetant gebouw. Het komt zo ver mogelijk links te liggen. Het voordeel dat ik hier wel uithaal is... Ik mag nu zeggen van ik doe 1 van die warptails weg. Dan moet ik dus nooit meer dat grijze blokje betalen. Betaal ik het wel nog, ga ik terug in de tijd om het te betalen, krijg ik gewoon 1 punt voor. Dus eigenlijk is dat niet echt de moeite. Dus ik had beter misschien nog iets gevraagd uit het verleden. En daar nu mee weggekomen. Soms, ja, normaal is het de bedoeling dat je het leent uit de toekomst. En dan als je in de toekomst bent, dat je het aan jezelf moet geven. Maar soms door die anomalieën die ontstaan, moet je het nooit teruggeven en dan is het eigenlijk een vrij goedkope lening. Maar goed, je moet er altijd iets voor betalen, want hier, dat als je deze niet wegkrijgt, is min 3 punten. Als je het wel wegkrijgt, dan moet je 2 blokjes betalen en 2 water of 1 paars en
water. Dus dat is nooit niet goed. En je bent een mannetje kwijt. Dus voilà. Maar ik ga wel mijn grijs blokje uit het verleden wegnemen. Ik denk dat dat veiliger is. Krollenbol moet ook rollen. Eentje. Je kan ook nog een tweede anomalie scoren als ik nog een rondje laat doorgaan. En dan, power up. Ik denk gewoon alles ga gebruiken en hopen dat het voldoende is om te winnen. Hoewel, ik kan het even bekijken. Ik moet 8 water hebben. Ik heb 7 water. Ik krijg wel eentje bij, dus ik heb 8 water. Dus ik kan in principe gewoon meteen evacueren. Of eerst voor een superproject gaan. Dan moet je dus een paars blokje en een grijs blokje er nog krijgen. En moet ik nog in staat zijn om de research te doen. Dus dat is 2 stappen, 3 stappen. Dus, nee, 4, want ik moet ook nog bouwen. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon mannetjes tekort om dat in deze beurt nog af te ronden. Dan is de vraag, wil ik dat wel doen? Ah, als er nu een manier was om een extra exosuit. Ja, ik heb wel een manier. Ik kan een extra exosuit voor een grijs blokje, titanium. Maar dat wil zeggen dat ik nog altijd niet in staat ben om dit te bouwen. Daarvoor heb ik 2 grijze blokjes nodig. Dus, dan krijg ik wel een extra mannetje. Maar dan ga ik ook een extra mannetje moeten gebruiken om hier te ruilen bijvoorbeeld. Dus dan moet ik even kijken. Eentje om te ruilen. Eentje om te mijnen. Eentje om te bouwen. Eentje om research te doen. En dan kan ik nog niet evacueren. Terwijl ik eigenlijk graag meteen wil evacueren. Dus moet ik eens goed nadenken. Wat wil ik doen? Hoeveel mannetjes heb ik eigenlijk nodig? Ik wil sowieso dat paarse blokje er wegnemen. Dat verhindert Kronenbod om 5 punten te pakken. Dus dat is nuttig. En verder. Ik kan recruitacties doen, maar heeft niet veel nut. Ik kan bouwen, maar dat heeft niet veel nut. Tenzij ik iets bouw met de blokjes die ik ga verzamelen. Dat zou wel kunnen. Ik kan een grijs gebouw bijvoorbeeld. Maar er zijn, ja oké, okay, dan is het gewoon de vlaggetjes die erop staan dat het mij aan punten oplevert. Hier is misschien het meest nuttige. Ik kan hier 2 punten scoren en een paradox nemen. Dus dat is 2 punten ook waard. Plus nog het ene vlagje, dat is 3 punten. En dat kost me 1 groen blokje en 2 grijze. Nieuw. Dan moet ik al minstens iemand op bouwen zetten, iemand op mijnen. Oké, dat gaat wel. Dus ik denk dat dat het enige nuttige is dat ik echt kan doen. Dan heb ik 3 mannetjes nodig. Bouwen, mijnen, evacueren. Score ik de meeste punten misschien. 3 mannetjes. En dan ben ik, ja, dan moet ik vergaan. Superproject was mooi geweest, want dat levert mij 4 extra punten op. Maar als ik een heel extra beurt er wil voldoen, dan gaat mijn score wel hoger zijn, maar die van Kronenbod gaat waarschijnlijk ook 4 hoger zijn. Dus uiteindelijk, als ik een hele ronde extra geef aan Kronenbod, dat is nadelig voor mezelf. Kronenbod mag nog altijd beginnen. Ja, eerst gaat hij nog warp tegels. Natuurlijk kan ik dat ook doen. Ik kan ook een warp tegel bestellen, hè. Dat is nog niet zo zot gedacht. Wacht eens even. Als ik bijvoorbeeld een paars blokje bestel. Of een grijs blokje. Dan heb ik nog altijd een paars en een grijs nodig voor het superproject. Water heb ik. Ik heb een research nodig. En dan heb ik nog een mannetje nodig om te evacueren. Nee, om te bouwen. En eentje om te evacueren. Dus dat is dat grijs blokje al weg. Omdat ik 4 mannetjes heb gebruikt. Kom ik er dan aan? Nee, want ik heb hier een... Jawel, jawel. Ga wel. Paars en grijs. Ik krijg nog een grijs vanuit het verleden. Vanuit de toekomst bedoel ik.
Dus heb ik twee grijzen en een paars. En ik moet drie grijzen en een paars hebben. Dus als ik mijn ingenieur stuur, dan lukt dat. Dan lukt dat. Maar het probleem gaat zijn... Of ja, het probleem is dat niet. Jawel, dat is wel een probleem. Want mijn tegenstander hier gaat waarschijnlijk ook een superplay... Nee, die gaat geen superplay bouwen. Maar die gaat misschien wel een gebouw bouwen. Kans is op dit moment 1 op 6 bij de eerste worp. Maar dat kan al snel stijgen. 1 op 6 dat hij ook hier naartoe gaat. Dus dan krijg je die 2 extra punten niet. Ah. 2 extra punten doet wel veel natuurlijk. Hij gaat sowieso geen superplay bouwen, want dat doet hij niet nadat de impact is gebeurd. Dus technisch gezien is het mogelijk als ik nu een grijs blokje bestel vanuit de toekomst, dat ik waarschijnlijk nooit meer ga terugbetalen. Ik zou ook zeggen, ik kan voor een paars gaan. Maar op zich maakt dat niet zoveel verschil uit. Buiten dan dat misschien met kronenbot dat paars blokje gaat pakken. Er is ook wel 1 kans op 6 dat hij daar een paars blokje gaat halen. Als die gaat mijnen en als die 4 gooit, dan gaat die mijnen en dan is dat paarse blokje weg. Dus misschien wil ik niet dat risico nemen en wel voor het paarse blokje gaan en dan... Goh, dat is een moeilijke. Als die eerst gaat mijnen, gaat die sowieso naar hier een paars en een groen blokje nemen. Dus dat is 1 kans op 6, wil ik die optie... Goh. Het nadeel is, als hij niet als eerste beurt 4 gooit, dan kan ik dat paarse blokje niet nemen, want dan heb ik 2 grijze nodig als ik hier een paars blokje bestel vanuit de toekomst. Ik ga het risico nemen dat hij geen 4 gaat gooien. Klinkt misschien stom, is het misschien ook, maar ik ga het toch proberen. Ik ga een grijs blokje bestellen vanuit de toekomst. Wat gaat Kronenbot doen? Kronenbot, ik kan het bespreken. 1 paradox. Nee. 1 warmtegel paradox niet. Burp. Ja. Dan is nu power-up heb ik gedaan. Dus ik moet 1 grijs blokje afgeven. 2 energiekernen afgeven. En dan moet die gooien. Hè. Dan is het nu de moment supreme. Alles hangt ervan af of ik nu... 4 gooien of niet? 2, oké, dat is goed. Nu gaat hij mensen motiveren, dus die heeft geen 6 water. Dus dan gaat hij eigenlijk, wat gaat hij dan doen? Als hij geen water heeft, gaat hij een recruit actie doen. Dat vind ik allemaal niet zo erg. En wat gaat hij recruiten? Een administrator. Zolang hij geen tweede recruit actie doet, heeft hij niet gewonnen. Heeft hij geen 5 punten gescoord. Kans is wel bestaan dat hij het wel gaat doen als hij 5 gooit. Tenzij hij eerst water verzamelt. Goed, wij gaan alvast naar daar. Maakt niet uit of mijn mannetje wakker wordt in dit geval. Dus ik ga een wetenschapper sturen. Zo. En een paars blokje wegnemen. En een grijs. Dus ik moet naar hier gaan staan. Goed, hopelijk loopt de rest ook volgens plan. 5. Dus nu gaat hij wel een recruit actie doen. Pijnlijk. Maar ik moest die toch niet hebben. Maar hij gaat nu voor een wetenschapper. En dan scoort hij meteen 5 punten eigenlijk. Ik ga het zelfs pas aanpassen. Maar hij heeft 5 punten. Daar kan ik niets meer aan veranderen. Dus dat is wel jammer, maar goed... Dat valt nog al bij al mee. Hij pakt nog niets in wat ik wou nemen. Dus dan gaan wij een beetje research doen. Daarvoor gaan we onze wetenschapper gebruiken. En ja, wat wil ik hebben? Ik wil zo'n driehoekje met een klokje op. Maar aangezien gisteren mag ik 2 research acties doen. Dus ik ga ook sowieso nog iets willekeurig pakken. En ja, dan nog het juiste. Een klokje eier. Hier is hetgene met het klokje. Dus dan heb ik dat ook. Dus dan ben ik klaar voor Temporal Tourism. Hè.
Alleen moet Kronenbot nu gooien en dat kan nog route tegen strooien misschien. 1. 1 gaat hij betalen voor een anomalie weg te nemen. Ja, dat vind ik minder. Had ik gehoopt dat hij niet zou doen. Dus die gaat betalen met wat hij het meeste van heeft. 2 gele. Dus die gaat eigenlijk niet meer in staat zijn om 5 punten te scoren voor dat. En 2 water. Dus die gaat ook zijn mensen niet meer kunnen motiveren. Dat is zeer waarschijnlijk nu. Oké, dan ben ik het. Het draait voorlopig uit zoals ik het had gehoopt. Ik ga hem een genie sturen. Dus die telt als ingenieur in dit geval naar hier. Voor temporal tourism te bouwen. Dus 1 paarse, 3 grijze waarvan ik er 1 niet moet betalen. 3 water waarvan ik er 1 niet moet betalen. En dan heb ik deze hier. Ik kan nog kiezen waar ik die leg. Ik denk dat ik die hier wil leggen. Zo. Het enige nadeel is dat ik daar eigenlijk geen extra punten mee verdien. Want ik kan niets meer terug in de tijd gaan halen. Er ligt niets meer. Ja, plus ik heb nog niets om te betalen. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Enkel het grijs blokje, maar dat is op de huidige tijd. Dus ik ben daar niets mee. Maar goed, dat is niet zo erg allemaal. Knobbelbot is het. 1. Dus je gaat nog eens 1. Je gaat een geel gebouw. Dat kan hij niet, dus dan pakt hij gewoon 2 water en een overwinningspunt. Naarmate het spel vordert, gaat hij dat waarschijnlijk vaker en vaker doen. Nou, vorig spel in het begin ook al eigenlijk. Dan wat gingen we als laatste mannetje doen? Evacueren. Dus het maakt niet uit wie er juist insteekt. Ik heb geen 8 water, dus maakt wel uit. Ik moet eerst zorgen dat ik voldoende water heb. Dus ik ga mijn mannetjes nog eens moeten dwingen om wakker te worden, vrees ik. Ouch. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Ik kan ook nog eens het kloningvat gebruiken. Dus ik kan zeggen, ik gebruik eerst het kloningvat, dan heb ik een extra mannetje dat slaapt. Maar mannetjes leveren geen punten op, zo. Dus ik ga gewoon deze actie opnieuw moeten doen. Jongens, jullie moeten nog eens wakker worden. Dus 2 negatieve punten. Helaas. Maar goed. Ik wil echt deze beurt eindigen. Om Kronenbot geen extra punten te gunnen. En dan mag ik iets doen. Dan moet ik dus eerst een goud blokje gaan halen. Dat is Kronenbot. Die gaat veel beurten krijgen. 1. Gaat tijd reizen. Dus die gaat hier eentje wegnemen. En 2 punten scoren. Ah ja, ik score minpunten, Kronenbot pluspunten. Maar ja, goed, het is nu zo. Dan ga ik een ingenieur sturen hiernaar. Goud blokje afgeven, 6 water en een overwinningspunt. Dat vind ik wel leuk, een overwinningspunt er gratis bij krijgen. En Kronenbot, wat gaat hij doen? 5. Weer een gebouw bouwen. Een rood. Dat kan hij nog bouwen. Dus dan gaat hij hier staan. Doet er mij eigenlijk niet meer toe. Wel gaat hij het gebouw nemen dat het meeste punten oplevert. Dan zijn wij het. Nu kunnen we eindelijk gaan evacueren. Hoppakee. Ik moet daarvoor geen water afgeven. Ik moet gewoon 8 water hebben. En ik heb 11 water. Geen probleem. Superproject. Superproject heb ik er 3. Dus dat is 12 punten. Dus dat staan we 15 punten dat ik nu krijg. Dat mag ik gewoon nemen uit de doos. 15 broodnodige punten wel om eventueel Kronenbot te verslaan. Maar zelf, omdat hij zoveel gebouw heeft liggen, is dat moeilijk. Ik kan het niet. Waarschijnlijk zelfs weer 12 gebouwen liggen en ik kan nooit 12 gebouwen bouwen als ik ook nog superprojecten, want dat heeft hij ook nog. Hij heeft nog 1 superproject. Ja, dan is Kronenbot het. 1 opnieuw. Dat gaat hij gewoon. Hij heeft 3 keer 1 gegooid. Dus dan krijgt hij
normaal gaat een anachronie weg, een anomalie weg, maar dat kan die niet. Dus je krijgt 1 overwinningspunt en 2 water. 2 water is die voorlopig nog niets mee, want ik denk dat ik er gewoon de drui aan ga geven. Ik kan niets meer doen dat mij extra punten oplevert, denk ik. Wat ik wel de straks ben vergeten, ik ben 3 terug in de tijd gegaan, maar ik heb geen 3 punten genomen. Dus in principe kan ik terug in de tijd gaan met deze, met al mijn water dat ik nog heb. En daar keiveel punten voor scoren. Ik kan dus 1, 2, 3, 4, oké, 4 punten ervoor scoren. Dat zou ik nog wel kunnen doen. Misschien moet je dat toch maar doen dan. Dus oké, dan geeft Kronenbol toch nog het water. En ik ga met mijn mannetje hier terug in de tijd. Voor de lol gewoon. 1, 2, 3, 4. Dat kost me 4 water. Who cares? En krijg ik 4 punten. Dus wat ik vorige keer, wat me vorige keer was opgevallen na het spelen tegen de Kronenbot, was dat hij echt, dat hij best geen acties geeft of zo weinig mogelijk acties. En dat je zelf gebouwen koopt waar dat je punten mee kunt scoren de hele tijd. Punten kunt genereren op een of andere manier. Omdat ik had alles volgebouwd en ik kwam nog niet aan de enkels van de Kronenbot qua punten. Ik weet niet of er nu verschil gaat zijn, we zullen zien. Kronenbot zijn laatste beurt. 4. Die gaat nog mijnen. Maar daar heb ik paars al weggenomen. Dus heeft geen nut meer. Dat was het dan. Die krijgt toch geen punten meer voor extra blokjes. Krijgt wel nog 5 punten omdat hij de mannetjes al heeft verzameld. Dus dat ga ik nog even geven. En dan is het tellen geblazen, hè? Want de impact gebeurt nu. Nee, de impact gebeurt nog niet. Ik was er even van aan het uitgaan. Oké, als ik geëvacueerd ben. Deze moet ik trouwens omdraaien. Als ik geëvacueerd ben, dan is het goed. Maar dat is niet waar. Deze moet er vol staan. Heeft hij gebouwd? Die heeft gebouwd, hè? Ja, die heeft dus hier wel een mannetje gezet. Maar daar staat nog eentje niet vol. Dus zolang dat het geval is. Hoe komt die daar te staan? Ik denk dat ik van alles verkeerd aan het doen ben. Ja. Goed, normaal loopt het dus verder tot al deze vakjes zijn in bezit genomen. Ik heb hier iets verkeerd gedaan, dat is duidelijk. Waarschijnlijk door vermoeidheid en door het allemaal terwijl nog wel uit te leggen. Maar ik denk dat jullie wel een goed beeld hebben hoe het ongeveer afloopt. Stel dus dat dit de laatste ronde was, want ik ga niet nog eentje spelen. Daar was ik totaal niet op voorbereid. Dus dan moeten we punten tellen. Dus voor de Kronenbot is dat eigenlijk simpel. We gaan al die gebouwen, we gaan naar de vlagjes kijken, gewoon allemaal optellen. En dan gaan we dat invullen in de scoresheet. Ook die extra punten heeft gescoord. Dat is het eigenlijk. Oh nee, motivatie en tijdspoor. En dan hebben we alle punten van de Kronenbot. Wij daarentegen, wij moeten iets complexere berekeningen doen. Maar er zijn geen einddoelen, dus dat valt al weg. Dat zal ik wel even doen. Ja jongens, we hebben het berekend en het verdict is dat Kronenbot nog altijd heeft gewonnen. Ik heb beter gescoord op mijn superprojecten, op mijn evacuatie waarschijnlijk. Want het aantal vlagjes dat ik heb verzameld is meer dan vorige keer. 24 ten opzichte van 15. Maar ik scoor veel meer minpunten. Ik had vorige keer geen anomalieën. Dat is minpunten. Ik had geen warp tiles meer. Dat is minpunten. En ik had mijn motivatie op 0 staan in plaats van op min 4. En dat hakt er allemaal een beetje in. Waardoor ik 37 punten heb in plaats van 43 vorige keer. Maar het goede nieuws is dat Kronenbot feller gezakt is, want die had vorige keer 69 punten en nu nog maar 47. De motivatie was vorige keer hoger bijvoorbeeld. 8 nu maar 2 punten. Wat doet hij nog slechter? Het aantal vlaggetjes. Hij had veel meer vlaggetjes verzameld. Had ook 2 superprojecten in plaats van 1.
Ook alle gebouwen waren vol. Dus doordat ik hem iets minder tijd heb gegeven, heeft hij ook een pak minder punten kunnen scoren. Maar helaas nog te veel. Dus Kronenbot is zowat de moeilijkste tegenstander die ik wel heb gehad. Ik weet niet hoe het mogelijk is om hem te verslaan. Ik kan het niveau aanpassen, waardoor hij iedere keer als hij water neemt geen overwinningspunt pakt. Kan je doen om het gemakkelijker te maken. Of dat hij maar één water pakt zelfs. Maar het blijft nog het voornaamste punt blijven. Die gebouwen waardoor hij heel veel punten scoort. En 25 punten. Vorige keer 28. Ik scoor maar 2 punten omdat ik meer superprojecten heb gemaakt. Ah nee, ik scoor geen 2. Ik scoor 5 punten. Oh, wacht eens even. 5 punten. Dus mijn score is aangepast naar 40. Nice. 40. Oké, ik scoor 3 minder dan vorige keer. Kronenbot scoort 22 minder dan vorige keer. Alhoewel heb ik een goede zaak gedaan, maar Kronenbot was duidelijk nog altijd sterker. Misschien dat ik het de volgende keer wel haal. Dus dat was Anachronie. Wel met duidelijk erbij zeggen. Dit zijn uitbreidingsfiguren, dat zit niet in de basisdoos. En de strijd tegen de Kronenbot was zeker interessant, maar het spel wordt pas interessant met 4 spelers. Dat wat betreft Anachronie, laten we overgaan naar mijn oordeel. Ja jongens, dat was Anachronie, hè. Wat vind ik van dit spel? Dit is zo'n type spel dat me standaard hoofdpijn bezorgt omdat er zoveel gaande is, zoveel dingen om in rekening te houden. Meer hoofdpijn dan plezier. En hier, het is een zware, maar goh, plezier dat ik eraan beleef. Ja, ik kan niet exact verklaren hoe het komt. Ten eerste heeft natuurlijk misschien al maken met uiterlijk. Dit ziet er fantastisch uit, maar het zit niet in de basisdoos. Daarvoor moet je de uitbreiding erbij kopen. En die uitbreiding heeft nog net iets meer dan alleen die poppetjes. Er zitten ook nog wat variaties in, zodat je kan blijven spelen. Maar is het dat waard voor jou? Ga je met dit spelen of ga je gewoon dit als exosuit gebruiken? Het is toch een groot verschil. Bij mij was het een no-brainer. Als ik hem koop, is het meteen de uitbreiding erbij. Nu, het spel verandert daardoor niet echt. Je gebruikt ze gewoon om je mannetjes, je werkers daarin te steken. Maar dat is zo goed gevonden, dat principe, dat je verschillende soorten werkers hebt ten eerste. Er zijn nog spellen die dat doen. Maar dat je die, om bepaalde acties te kunnen doen, dat je daarvoor een exosuit moet hebben. Dus dat je die eigenlijk... Ik kan het niet vergelijken met een ander spel op dat vlak. Ja, er gebeurt wel dat je zegt, oké, een wetenschapper heeft alleen maar toegang tot die en die acties. Maar in dit spel heeft die wetenschapper enkel toegang tot die en die acties, als die ook nog in een opgeladen exosuit zit. Dus tijdens het spel wil je eigenlijk zoveel mogelijk van die gebouwen bouwen, die eigenlijk wel vrij duur zijn, maar die zorgen ervoor dat je acties kan doen op jouw thuisbord. Dus dat je minder exosuits moet opladen. Dus uiteindelijk haal je dat er wel uit als je iets vergelijkbaar kunt doen met die acties. En die zijn zo divers, zo gevarieerd, dat eigenlijk ook al iedere keer een ander spel wordt, afhankelijk van welke gebouwen beschikbaar zijn en welke je kan kopen. Hetzelfde met de superprojecten. Sommige lijken echt zo gamebreakers, echt het... Ja, maar je betaalt er wel heel veel voor. Je moet ten eerste al waarschijnlijk terugreizen in de tijd. Tenzij je net in de huidige tijd iets kan bouwen. Dan moet je al snel zijn eigenlijk. En dan kost het nog veel resources. Voornamelijk de blokjes en ook de breakthroughs. Dus je probeert die specifieke breakthrough te vinden. Ofwel 2. Dat vind ik goed. Dus het spel is... hard en moeilijk, maar het geeft je, het is ook wel zacht in zekere omstandigheden, want het geeft je altijd meerdere manieren om tot hetzelfde te komen. Je hebt het ruilen met de nomaden om aan resources te geraken, het mijnen. Als je water wil hebben, je kan hier ook een wetenschapper oppikken. En dan heb je nog de acties op je spelersbord. Ook dat je water krijgt voor alle exosuits die je niet oplaadt.
vinden ze het allemaal goed in elkaar, dat je de keuze hebt om je werkers te motiveren met water, of als je echt krap zit met water, dat je gewoon zegt, jongens, er is geen water, we moeten gewoon doorwerken. Ja, dat vind ik zo goed allemaal. En ook die vrije acties. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk die vrije acties gebruiken, maar in het begin heb je er maar één. En dat is het motiveren van je werkers, of ja, het niet motiveren van je werkers, maar ze toch terug wakker maken. En dan de mogelijkheid om te zeggen, ik kom dit of dat tekort, de volgende ronde ga ik dat waarschijnlijk nodig hebben. Ik bestel dat gewoon, geen probleem, ooit zal ik het wel terugbetalen. En als je dat niet doet, en dat is misschien het minpuntje van het spel, als je dat niet doet, zijn er in eerste instantie al wel consequenties. Je gaat paradoxen verzamelen en anomalieën waarschijnlijk, als je die niet snel terugbetaalt. Maar als je dan op het einde van het spel nog iets vraagt en dat niet kan terugbetalen, door te tijdreizen, geen probleem. Als je het nog hebt liggen, is het gewoon geen kost, dan verlies je daar niets mee. Als je het niet hebt liggen, dan... ja, min 2 punten. Ça va nog. Misschien dat dat net dat item dat je hebt gekozen, geleend, dat je toch eigenlijk ervoor zorgt dat je kan evacueren en dan is dat wel waard. Dus voor sommigen is dat misschien een beetje een afknapper dat je het niet moet terugbetalen, dat het niet zo zwaar doorweegt. Je verzamelt wat paradoxen en die anomalie. Oké, ja. Je betaalt het liever terug, want dan scoor je er punten mee. En zo'n anomalie kost jou mannetjes en resources en punten als je dat niet wilt afgeven. Ja, voor mij, wat mij betreft zit het op dat vlak ook wel goed in elkaar eigenlijk. Maar misschien als je in het spel gaat dat je andere verwachtingen hebt over het tijdreizen. Het is iets tussen tijdreizen en gewoon lenen van de bank in. Het spel speelde eigenlijk ook wel vlot. Je hebt het overzichtje met de stappen. In het begin ga je best nog veel naar kijken. Want je slaat snel iets over. Je begint snel je exosuit op te laden vooraleer dat je je paradox hebt gerold en zo. Dus daar moet je wel op letten. Maar eigenlijk, het zit heel logisch in elkaar als je het een paar keer hebt gespeeld. De symboliek is goed gekozen in de meeste gevallen. Hier en daar zijn er wel gebouwen of superprojecten waar het niet 100% duidelijk bij is wat wil dat nu zeggen. Maar als je eenmaal mee weg bent met de verschillende symbooltjes, ça va wel eigenlijk. Dus, ik kan er eigenlijk weinig negatiefs over zeggen. Misschien de strijd tegen de kronenbod. Dat is leuk dat het mogelijk is. Dat is leuk dat je dit alleen kan spelen, want... je hebt niet altijd zin om het uit te leggen. De uitleg is natuurlijk wel het grootste minpunt, want dan ben je even mee zoet. Dus als je het dan alleen wil spelen, geen probleem. Maar verwacht je maar aan een geweldige, een harde strijd om die kronenbot te verslaan. Die is, ik zie het niet direct haalbaar om hem in te maken. Misschien een nipte overwinning dat nog kan. Maar iedere keer dat je acties bijneemt. In een gewoon spel is dat goed. Hè? Hoe meer mannetjes je hebt, hoe meer exosuits je kan plaatsen, hoe beter. Want ja, je doet meer acties dan de tegenstander. Maar tegen de kronenbod? Nee. Die blijft maar gebouwen, superprojecten bouwen, mijnen. Die pakt alles weg wat je wil hebben. Ja, het scoort snel, kan op een gemakkelijkere manier punten scoren dan jij eigenlijk. Dus je moet al heel straf uit de hoek komen. Maar dat vind ik, dat is niet per se een minpunt. Je kan jezelf ook vergelijken met eerdere scores, want misschien is dat meer realistisch. Ik heb dus, dit keer heb ik 40 gehad, vorige keer 43. Ik heb dus slechter gespeeld, maar dat is gewoon omdat ik de kronenpot wil onthouden van punten. Moet ik dat doen? Nee, ik kan ook gewoon zeggen van volgende keer van kronenbod, ik trek me van jou niet al te veel aan. Je gaat wel gebouwen afpakken die ik wil hebben. Je gaat superprojecten bouwen die ik wil hebben. Maar ik ga eigenlijk gewoon voor mijn eigen score spelen. Dat gaat me ook perfect eigenlijk. Dus voor elk wat wils in het spel. En dan heb ik het nog niet over de uitbreidingen gehad. Je kan op avontuur gaan.
het maakt het interessant. Dan ga je blokjes kunnen voorbehouden en breakthroughs kunnen, wetenschappelijke doorbraken kunnen voorbehouden om jouw exoskelet te versterken, waardoor je dan weer in staat bent om op avontuur te gaan. En dat levert allerlei bonussen op. En het leuke daarbij is dat je ook nog bepaalde keuzevrijheid hebt, of niet, afhankelijk van het aantal wetenschappelijke doorbraken dat je al hebt geboekt. Dus het zit ook heel goed in elkaar. Dan heb je de Doomsday module, waar dat dit hier, de impact, misschien vroeger of later gaat gebeuren. Dus niet per se na 4 rondes. En goed, dan, die kan je best wel spelen met 4 personen, omdat je dan in een soort van evenwicht zit. 2 willen dat het vroeger gebeurt, 2 willen het verlaten of uitstellen, of helemaal afstellen. Nee, dat is niet het juiste woord. Afzeggen. Dus dat het gewoon niet plaatsvindt. En dat is ook een... Het spel biedt zoveel mogelijkheden en je bent hier niet mee klaar. Je kan start resources laten draften. Waardoor het ook weer anders wordt. Dus 2 leiders die... Ja, die wil ze eigenlijk allemaal eens geprobeerd hebben. Dus er zijn 8 spelletjes dat je al moet doen. Ze zijn misschien niet allemaal even goed, maar je moet ze allemaal wel... Je kan ze allemaal op een bepaalde manier gebruiken, waardoor ze wel goed worden. Dus iedere leider dwingt je wel in een bepaalde... Of ieder pad dwingt je ook wel in een bepaalde richting om te gaan. Want daar valt het meeste rapen dan. Maar dat is niet erg, nee. Dus... Je kan ook altijd met de A-kant spelen, dan word je eigenlijk niet gedwongen voor het een of het ander. Dit is een fantastisch spel eigenlijk. Ik kan hier weinig slechts over zeggen. Buiten, ja, het uitleggen is niet zo aangenaam als je daar een uur zoet mee bent. Wil je dat liefst spelen met dezelfde mensen keer op keer, in het beste geval. Maar kan ik het iedereen aanraden? Ja, wat mij betreft wel, maar iedereen heeft andere smaken. Het is een soort van worker placement. Dus als je daarvan houdt, denk ik dat je ook van deze houdt. Spreekt tijdreizen je aan. Daarvoor alleen moet je het niet doen. Maar het is wel een interessant concept hier binnen. Nee, het zit heel goed in elkaar. En ik vind het zijn geld waard. Ja. Nog een minpuntje misschien. Het opslaan van het spel, of het terug in de doos krijgen, is niet het gemakkelijkste werk. Het is een beetje puzzelwerk en het zoeken van juiste doosjes waar alles in past. Dus dat is nog wel een minpuntje, maar dat neem ik er nog wel graag bij. Een duim omhoog voor dit spel, echt waar. Ik vermoed dat het stilaan een van mijn favoriete antwoorden is. Iedere keer dat ik het speel, heb ik misschien op het einde van, was zwaar, maar de volgende dag denk ik, ik wil misschien de volgende keer dat eens proberen. Of, ja, ik ben er nog niet mee klaar, dat is duidelijk. Ik ben wel klaar met deze video, dus bedankt voor het kijken. Als jullie dit leuk vonden, vergeet niet te abonneren. En ja, dat vind ik leuk, hè, dat duimpje. Dat is belangrijk, want hoe meer mensen mijn kanaal steunen, hoe meer mogelijkheden ik zal hebben in de toekomst. Of in het verleden. Of ja, maar het is wat. Maakt niet zoveel uit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.